Universiteit van Nederland. En dit eenvoudige experiment laat dus al zien hoe lastig het is om te voorspellen wanneer een aardbeving gaat plaatsvinden. De aarde bestaat uit verschillende lagen die ten opzichte van elkaar bewegen. De buitenkant is hard en daaronder is het wat vloeibaar. Veel mensen denken dat het magma is, maar het is eigenlijk hele taaie, uitgedroogde pindakaas. Weet ik veel. Het beweegt maar heel langzaam. Echt zo langzaam als je vingernagels ongeveer groeien. Dus met een paar centimeter per jaar. Dus die platen die schuiven over de aarde heen en weer. En de contacten tussen die platen die blijven af en toe steken. En doordat die platen bewegen, schiet dat dan ineens los. En dat is een aardbeving. De platen kunnen op drie manieren ten opzichte van elkaar bewegen. Nou, de eerste manier is langs elkaar, echt. Dus in horizontale zin langs elkaar. Ze kunnen uit elkaar bewegen, ook dat geeft aardbevingen, maar veel minder zware. Maar de zwaarste komen als platen naar elkaar toe en over elkaar heen bewegen. En dat kan ik beter zo laten zien, door hem schuin te snijden. En nu kan ik deze over elkaar laten bewegen. In dit geval zie je al dat het veel groter oppervlak is. Dus als ik hier wil bewegen, is er veel meer wrijving onderling en kan er veel meer spanning opbouwen dan in het geval van dit soort aardbevingen of als je ze uit elkaar trekt. Ik heb ze net inderdaad mooi doorgezaagd natuurlijk en dat geeft een mooi oppervlak. Maar in werkelijkheid is het oppervlak heel onregelmatig. Er zitten bochten in, er zit hard gesteente aan de ene kant en aan de andere kant minder hard. Dus dat is al wat complexer. Dus daar hebben we wat anders voor nodig om het uit te leggen. Wat zien we hier? Nou, weer een plaatgrens. We hadden net natuurlijk dat stokbrood. Niet heel realistisch. Hier hebben we het iets realistisch geprobeerd te maken. Eén plaat en een andere plaat. En die gaan straks langs elkaar schuiven. Het is eigenlijk alsof je van die kant bekijkt dat hier de platen langs elkaar bewegen. Er zit hier aan die baksteen een apparaat. Dat ga ik draaien en trekken tot op een gegeven moment deze gaat losschieten. En dat is dan een aardbeving. Je ziet hier nog wel iets tussen zitten en dat is wel belangrijk. Iets elastisch. En dat zou je misschien niet denken, maar inderdaad, de buitenkant van de aarde is toch een soort van elastisch. Nou, gaan we maar eens even proberen dan. De spanning opbouwen door aan dit apparaat te gaan draaien. En dan neemt de spanning steeds verder toe tot de spanning zo hoog is dat dat blok los gaat schieten. Een aardbeving. Schiet hij altijd precies op hetzelfde moment naar voren? Nou, dat zou mooi zijn hè, als je zou weten dat er precies om de zoveel tijd een aardbeving zou zijn. Maar je ziet dat als je hieraan draait, heel rustig, dus dat is die centimeters per jaar beweging, dat het een tijdje duurt voordat hij verschuift, maar dat dat niet steeds om de zoveel tijd is. En dat komt ook doordat dat oppervlak natuurlijk onregelmatig is. Dus het blijft soms een beetje steken en dan heb je meer spanning nodig om te laten bewegen dan de andere keer. Dus soms schiet die sneller los na elkaar en soms duurt het wat langer. En dit eenvoudige experiment laat dus al zien hoe lastig het is om te voorspellen wanneer een aardbeving gaat plaatsvinden. We hebben net dus gezien dat er niet altijd dezelfde tijd tussen zit. Dat maakt het al lastig. Maar het effect daarvan is ook dat de aardbeving niet elke keer even zwaar is. Als ik nu aan dat apparaat ga draaien, dan zie je dat het blok niet altijd even ver vooruit schiet. Dus als er langere tijd geweest is, is er meer spanning opgebouwd, waardoor het blok verder kan verschuiven en dus de aardbeving zwaarder is. Nou, je ziet dat in zo'n simpel experiment het al lastig is, maar in werkelijkheid zijn die breukvlakken ook nog helemaal soms gaan bochten door, daar zitten zijtakken aan. Dat is niet één mooi recht vlak, dus dat maakt het heel ingewikkeld. En daar komt ook bij dat er bepaalde plekken op aarde zijn waar zware aardbevingen kunnen voorkomen, maar die zijn maar eens in de zoveel 100 jaar. En we zijn eigenlijk nog maar 100 jaar aan het meten. Dus we weten van sommige plekken op aarde eigenlijk nog steeds niet, is daar een grote aardbeving aan het opbouwen of gaat het daar gewoon wat geruislozer en snappen we iets van het hele systeem nog niet. En als er meer data zouden zijn, zou je dan meer aardbevingen kunnen voorspellen? Als er meer aardbevingen zijn langs bepaalde breukvlakken, kunnen we wel voor die regio beter aangeven om de hoeveel tijd je ongeveer een aardbeving moet verwachten. Maar nog steeds niet of dat volgende week is of over de 2 maanden of morgenmiddag. Het zou eerder dan zijn dat het komende jaar gebeurt? Het komende jaar zal heel mooi zijn, maar we zouden dan eerder zeggen, het komende jaar is er 60% kans dat er een aardbeving plaatsvindt. En ook 40% kans dat er geen aardbeving gebeurt. Dat het pas het jaar daarna komt. Ja. Ja. En zijn er ook nog andere manieren waarop we mogelijk wel beter die aardbevingen kunnen voorspellen? Nou, wat veel beloofd is natuurlijk ook AI, zoals in veel gevallen. We hebben een grote database aan aardbevingen, ook al meten we misschien maar 100 jaar. En er is ook een Chinese studie die zegt dat ze 70% van de aardbevingen kunnen voorspellen met AI. Dat klinkt heel goed, alsof er toch een soort patroon te herkennen is. Alleen ze zitten er dan vaak nog een paar honderd kilometer naast. Die Chinese studie is heel erg gericht op de breukzone in China zelf. En het is natuurlijk wel de vraag of dat ook zo toe te passen is op andere breukzones zoals bij San Francisco of Turkije. En dat maakt het super interessant. Mensen die stotteren kunnen we samen helpen. Want hoe wij reageren op stotteren, dat kan veel verschil maken. Ik ben Lottie, taalwetenschapper en logopedist. En in de volgende aflevering leg ik je uit hoe dat kan.